Razend populair is het onderwerp circulaire economie. Kringloop, hergebruik van goederen. Vind dit met kleding die je kunt hergebruiken en versturen. En na betaling krijg je het keurig thuisgestuurd. We zijn ook geweest bij de Retourboulevard van Karin Kampman. Kortom, het is heel actueel. En achter mij hebben wij de circulaire stadswerkplaats. Waar Ines de Zwart ons gaat vertellen wat ze allemaal aan het doen zijn. En we zijn heel nieuwsgierig wat ze allemaal met de gebruikte artikelen gaat maken. En ze stelt ons ook voor aan een klasje van 5 leerlingen die allemaal hun eigen specialiteit hebben. Gaat u mee naar binnen? Dan komt... Ah, daar is Ines. Goedemiddag Ines de Zwart. Ik heb jou net aangekondigd. Want jij gaat het een en ander vertellen over de stadswerkplaats. Zeker wel. Ja? Ja. Oké. Okay. We zijn hier in dit schitterende Bilal-gebouw, geloof ik. Dat is helemaal omgeturnd voor de circulaire economie, zoals we dat tegenwoordig zo heet. En ik vertel het ook al in het uppertje. Jij gaat ons wat een en ander laten zien. Ja. Er zijn leerlingen die bezig zijn. Maar wat me wel opviel, dat jij een totaal niets te maken wil hebben met de printer. Dat soort dingen, hè? Met de 3D-printer. Met de 3D-printer wil jij niets te maken hebben. Alles wordt met de hand gedaan. Ja. Zo goed als. Ja, zo goed als, ja. Net zoals onze werkplaats, want daar lopen we nu heen. Daar hebben we ook bijna alles zelf met de hand gedaan. We gaan kijken. Ja. Een mooi voorbeeld van hergebruik is deze wand. Ja, ja, we hebben eigenlijk, toen we eenmaal wisten dat we hier ruimte konden gaan huren, zijn we materialen gaan verzamelen, waaronder heel veel deuren en ramen. Want we wisten eigenlijk dat we in dit lokaal een scheiding wilden bouwen tussen stofgedeelte, een vies gedeelte en een schoon gedeelte. Dus eigenlijk een van de eerste dingen die we gedaan hebben toen we hier kwamen was deze muur bouwen van allemaal afvalmaterialen. Die zijn uit containers getrokken, waar mensen weggehaald, gratis af te halen, marktplaats, buren. We hebben zelfs dingen uit de universiteit gehaald in Utrecht. Dit zijn leerlingen van de Kunstacademie in Utrecht, de HKU. En zij doen ruimtelijk ontwerp of special design en productontwerp. Zij schrijven zich in om hier dan een les te volgen. Het is een soort keuzevak. Weet je, jij zegt de HKU, want ik kijk regelmatig met mijn vrouw naar dat schitterende programma 2 voor 12. Ja. En er komen ook leerlingen van de HKU in voor. Die maken animatiefilmpjes volgens mij, ja. Ja, klopt. En dit is weer een hele andere tak. Ja, dit is een andere tak. Zij leren producten maken. Ja. We werken hier eigenlijk met 3 mensen en we hebben allemaal ons eigen specialisme. Ja. En daar in die hoek is eigenlijk mijn plastic walhalla. Hier in de hoek, dit? Hier, dit hoekje. Ja. Daar staan 2 machines die ik zelf heb gemaakt. En daar bewaar ik eigenlijk, sla ik alle doppen op die ik vermaal. En hier werk ik dan, maak ik producten. Zullen we eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat? Het procedé? Ja, prima. Okay. Dit is een van jouw leerlingen. Wat doet ze? Zij is gesmolten plastic. Wat uit de extruder komt, is ze eigenlijk om een mal aan het draaien. Gebruik stalen malletjes, dus eigenlijk gewoon een RVS-kommetje. En daar, deze draad is nu nog warm en daarom flexibel. Ja. En die beweegt ze eigenlijk heel rustig over dat malletje heen. Ze kan de snelheid een beetje instellen. Ja. En dit is straks een schaaltje. Oh, dit is straks... Oh, wat goed, hé. Ja, als het lukt, hè? Als het lukt, ja. Het is spannend nog. Maar ze heeft het al een paar keer gedaan, dus gaat vast goed. En hier naast mij aan deze kant, jij bent ook een leerling? Ja. En jij bent? Myrthe. Myrthe. Jij doet dezelfde techniek of heb je een andere specialisatie? Nou, ik heb het net ook zo gedaan. En we hebben ook op deurknoppen, we hebben ook op knopjes, op boutjes hebben we wat gedaan. Ja. En opgedraaid en dan hebben we ook knopjes gemaakt. Maar een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Is dat leuk werk? Vind je het leuk om de dingen te hergebruiken en dan weer ergens de tentoonstelling te zien staan? Ik vind het wel altijd heel belangrijk om dingen te gebruiken die
wat afval is en daar te kijken wat er nog mee gedaan kan worden. Dus dat ga je in de toekomst, ga je er iets mee doen of is dit puur een hobby? Het is wel iets wat ik heel graag eigenlijk in de toekomst mee bezig wil zijn. En sowieso plastic ben ik altijd wel mee bezig geweest. Dus dat, ja. Prima. Prima. Hé, dat lukt aardig, Ines. Ja. Okay. Hoe is haar naam? Merel. Ja. Merel. Hé. Hey. Hoi Merel. Hallo. Hoi. Lijkt wel een griezelfilm. De leek zegt van, ah joh, goed, dat ging de vuilcontainer. Maar ho, zegt Ines, hier naartoe met die handel. Wij, met de circulaire werkplaats. Ja, je kan alles wel nieuw kopen en oude dingen weggooien. Maar oude dingen zijn ook vaak van hele waardevolle materialen. Dus eigenlijk is hergebruik is belangrijk. Het is een motje. Ja. Dus dit komt niet uit een computerrollen met digitale tekeningen waar je dan uren aan zit te werken. En moeilijk, dit doe je gewoon helemaal op je gevoel en maak je met goed. De hand. Heel goed. Dus dit kommetje zien we binnenkort in de horeca terug? Of als bakje voor pinda's? Dat je hem gewoon mee naar huis neemt. Dat je hem lekker op tafel zet. Daar zie ik ook nog een hele enthousiaste. Nog een leerling die vol aandacht kijkt hoe zij dat gaat doen. Heb jij deze techniek ook al onder de knie? Ja, dit heb ik net ook gedaan met. Ik heb al 3 bakjes gemaakt. Maar 3 verschillende dingen. Ik begon ook eerst gewoon zo met alleen rond. Maar ja, daar staat een voorbeeld, maar dat laat ik zo zien. Laat ik zo zien. Ja. Ja. Hey, een andere kleur of hetzelfde kleur? Nee, roze, donkergroen. En ook een soort van deze vieze snotgroen. Wat minder mooi, maar. Ja, het doet me een beetje denken aan de slijm die mijn kleindochter ooit heeft gehad, zo dat werk. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar het resultaat. Laat maar even zien. Ja, oké. Dit is mijn eerste probeersel. Ja? En dan doe je dus eerst groen erin. En dan, toen rood met wit, dat werd roze. En zwart werd toen paars met roze. Ja. En hoe is het stevig? Ja, nou ja, ik denk wel dat je het zo met de hand kan breken of als je erop zou zitten. Maar ik bedoel, het zou zeker wel wat vrijheid houden. En daar liggen nog 2 dingetjes die gaan. Ja. Wat een geinig idee. Ja, maar doe je dat naar aanleiding van een modelletje of is dit gewoon puur fantasie? Ja, het is gewoon allemaal fantasie. Ja. Gewoon lekker. Gewoon heel veel uitproberen vooral, daar gaat het om. Ja. Het heet Plastic Lab en het lab gaat over experimenteren. Dus ik leer hun wat ik doe. Ik laat technieken zien en dan mogen ze zelf gewoon aan de slag. Yes. Dus ze hoeven niet iets na te maken en dan zeg ik niet dit is goed of dit is niet goed. Yes. Zij hebben zelf, hebben regie over wat ze willen leren en hoe ze leren. Dus dat doen ze gewoon zelf. Ja. En jongeman? Het is gelukt. Ook een kunst. Wat is gelukt? Oh. Deze zat hier net helemaal vast. Ja. Want dat smelt natuurlijk, hele hoge temperatuur en dergelijke. Maar met een beetje water heb ik hem eruit gekregen. Ja. En nu heb ik een mooi kommetje. Oh, dat is een schitterend kommetje ook, jongen. En als het goed is, dan komt er niks weer heen. Nee. Dus dan kan ik er gewoon lekker noedels op je uit eten. Ja. Nou, ik had meer een bitterballen gedacht. Ja, bitterballen kan ook. Ja. Maar dat is misschien een iets te vrolijk kleurtje. Oh, kleurtje. Ja. Oh, bitterballen, te groot kleurtje. Ja, oh, nee, ik vind dat toch altijd een beetje grimmig voedsel. Ik heb hier een onderzettertje. Moet nog even worden afgewerkt, maar dan kan je dan lekker een kopje biertje bij de bitterballen. Hé, jij bent wat dat betreft. Als je in de kroeg staat en je moet even je haartjes goed doen voor de dames, dan die heb je ook natuurlijk. Dus, Ik moet bij jou zijn dus. Ja, precies. Je moet bij mij zijn. Nou zie ik daar nog een jonge dame glimlachen. Heeft die weer een andere specialiteit? Ja, zeker. Dat is Imke. Wij hebben samen dit idee bekokstoofd van de circulaire werkplaats. En zij heeft haar eigen specialisme. Ah. Wat zijn jouw skills? Dat heet tegenwoordig geloof ik. ik werk met hout en fietsonderdelen. Dus ik recycle oude fietsonderdelen en hout, maak ik woonproducten van. Dus tafeltjes, kapstokken, lampen, dus zulke soort zaken. Kun je een voorbeeld geven? Laten zien bedoel ik? Ik kan zeker een voorbeeld laten zien. Dan moeten we eventjes die kant op lopen. Ja, gaan we. Ja? Even kijken. Nou, laat maar zien. Van een fietswiel. En om te moeten functioneren moet er natuurlijk een bulpje in. En die heb ik hier wel. Ja. Een bulpje? Ja, een LED-bulpje. Want ook dat willen we weer duurzaam. Ja. Dus dat betekent dat er LED in gaat bij voorkeur natuurlijk. Ja. Oh, wat geinig dit, hé. Als je die erin draait, dan hebben we zo een werkende lamp. Hebben we dan zo.
Oh ja, ja. Ja, oh wat een leuk idee, man. Ja, dus dat zijn een van de producten die ik maak. Zijn lampen. Ja. En verder tafels. Dus dit is bijvoorbeeld een tafelblad. Ja. Wat hier ligt. Ja. Dus het ligt nu even heel veel rotzooi op. Maar ja, dan kan je weer mooie terrastafeltjes van maken. En het wiel is nog steeds origineel? Of heb je daarmee ook wat mee gedaan? Nee, ik heb dit wiel heb ik de as uitgehaald. Want hier zat natuurlijk voorheen de steekas. En zo zat hij in een mountainbike. Dus een oud mountainbike wiel is dit. Ja. En die heb ik omgebouwd tot lamp. Er zijn klanten die zeggen, joh, ik heb een oude wielset. En ik heb daar zulke mooie herinneringen aan. Want ben ik mee de berg op gefietst. Oh, ja. Ja. En die zeggen, ja, maar ik wil hem niet weggooien. Maar dan is bijvoorbeeld de velgrand uitgesleten. Kunnen ze er niet meer mee fietsen. Maar dan kan er nog wel een lamp van gemaakt worden. Er staat ook nog een heel felgekleurd frame. Ja. Dat, ja, daar ga je ongetwijfeld wat mee doen, denk ik. Ja, ik ben... Cipollini. Ik ben gevraagd om van dit specifieke frame, om daar een tafel van te maken. Dus heb je al een idee hoe dat vorm gaat krijgen dan? Ik denk dat ik twee wielen pak, dat ik die erin zet op een of andere manier. Maar ik ben er nog over aan het nadenken. Deze die vul ik dan ook helemaal op met hout. Dus dan krijg je eigenlijk twee rondjes en hier een driehoek. En daar komen dan straks allemaal biertjes op te staan. En, maar geeft degene die dit heeft aan jou laten zien een idee van hoe het in elkaar moet zitten? Of laat hij het aan jou over? Nee, laat hij helemaal aan mij over. Okay, ja. Hij is gewoon een liefhebber. Iemand die biertjes brouwt. Yeah. En die wil dit op festivals, wil die ze biertjes tappen en dat laten zien. Dus alle fietsliefhebbers kunnen dan aan een passende tafel. Oh, dat frame nog wel eens tegen, ja. Ja. Peter, nog een beetje high van, wat is het? Wasbenzine. Ja. Wasbenzine. Ik ben even de ruit aan het schoonmaken. Ja. De historie aan het verwijderen van vroeger. Want dit was een klaslokaal. En er zitten overal nog lijmresten en zo. Maar het is nog steeds een klaslokaal. Ja. Zoals je hier al ziet, een prachtige werkbank hebben we sinds kort ook aangeschaft. En we willen hier eigenlijk allerlei workshops gaan geven. Bijvoorbeeld in houtbewerken. We hebben al klussen en koffie. Dus we komen hier al een klusgroep en die gaat al objecten maken. Maar we willen hier ook klassen gaan laten komen. Dus uiteindelijk komen hier 6 werkplekken. Zodat we een heel klaslokaal, dan kan zowel het lager onderwijs als het voortzetonderwijs zijn, hier terecht gaan komen om workshops te gaan geven. En het is werkzaam rondom duurzaamheid. Dus het kan alle kanten op. We gaan na de vakantie krijgen we een brugklas hier. En dan gaan we een project starten. Ik zelf geef les op een school. En bij ONO, dat heet ontwerpen en onderzoeken. En die leerlingen gaan eigenlijk een doppensorteerder ontwerpen. Dus dat sluit heel veel. En dus Ines is daar de opdrachtgever. Want die heeft allemaal doppen. En die wil ze eigenlijk iets gesorteerd hebben. En ik ga nu naar leerlingen vragen om dat te ontwerpen. En op die manier krijg je techniek, duurzaamheid, educatie, alles tegelijk. Ines, ja. Het pand is gigantisch. Jazeker. Nou lopen we even er doorheen, want ik hoorde daar ook stemmen. Daar is een huiskamer voor vrijwilligers. Ja, nou dit pand krijgt deels een wijkfunctie. En de buurt wordt er dus bij betrokken bij de plannen. En zij zijn hun eigen huiskamer aan het maken. Er komt een bar en er komen activiteiten, tafeltjes, barretje, gezellig. Ja. Dus daar zijn ze bezig. Ja. Oké, gaan we even heen. Linda, ja? Moet je dat niet door een kerel laten doen? Of zeg je van nou, ik laat mij maar lekker ook klimmen? We hebben hier heel veel powervrouwen die heel goed kunnen klussen. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Wat ga jij doen? Wij gaan deze staaldraden door het plafond heen trekken. We hebben namelijk van dat betongaas. En die komen hier in het plafond te hangen met planten en mooie verlichting. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dit wordt dan die huiskamer. Wat komt er allemaal in? Daar moeten ze natuurlijk stoeltjes, tafeltjes, keuken, weet ik het. Ja. Er komt een barretje. Daarachter komt in de gang komt de keuken. Er komen tafelstoelen, ook bankjes. En deze ramen worden waarschijnlijk hele openslaande deuren. Dus je kunt aan de voorkant hier, prachtig licht. Het pand in en uit ook. En hier komt de buurt samen. En wij huren die ruimte en dat gaat allemaal netjes. Dus, door een investeerder? Ja, door bijzondere plekken. Ja. Bijzondere plekken heeft dit pand gekocht. En wij huren eigenlijk onze twee lokalen. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer ondernemers die hier een plekje hebben. Jullie gaan het redden, hè? Ja, zeker wel. We blijven nog even. Dankjewel. Zeker, dank je.